ik wil iets moois hier neerzetten in Amsterdam. Ja. En daar gaan we voor, dus ja. Oké, als het niet lukt, wat dan? Dan heb ik gefaald. Is goed man, kom eraan. Hey jongens, weer een nieuwe Bendy in de auto. Deze keer gaan we naar Quincy Promes. Goeie voetballer, international. Vertekend bij Ajax. Ja, hij heeft best wel wat clubs gehad en heeft goed gedaan in Rusland. Dus we gaan luisteren naar zijn verhaal. Yes. Nee, bang. Maar ja, tuurlijk. Deze buurt hoeft niet bang te zijn, toch? Nee. Hier ben je goed. Rustig, goed, Jan. Goed, man, goed. Rustig. Lekker. Kijk eens. Nou, top. Heb je hem gezien hier? Nog niet. Ja, dat niet. Ach, man. Dus je woont hier lekker, hè? Ja, is lekker wonen. Die zie ik, toch? Ja, daar in die kant. Oké. Okay. Veel voetballers spelen wonen hier. Wonen hier, ja? Ja, ja. Nou, goede contract, hè? Ja. Vroeger was het niet zo, hè? Was gewoon Diemen Noord. Echt, ja. Geld was niet zo hoog als tijden nu. Tijden veranderen, hè? Ben echt, okay. Ik ben echt, ja, gooi hem erin. Yes. Zo, jongen. Oké. Okay. Kom, we gaan. Yes. Je hoeft niet uit te zetten, gewoon stil. Maar ja, toch? Anders krijg je boete, hè? Let's go in the range. Wat rij jij voor auto? Ik ga gewoon van de club A-klasse. Nee, weet je niet? Ja. Ja, dat hoort niet meer allemaal. Waarom niet? Jij moet een andere auto hebben. Nee, gewoon van de club toch? Nee. Ik geloof jou niet. Nee, ik heb ook een Bentley. Ja? Ja, man. Mooi, hè? Die nieuwe? Die nieuwe, ja. Continental. De GT, hè? Juist. Wow. Dat is wel een mooie auto. Nederlandse auto? Ja, in Nederland. Oké. Okay. Staat in de garage. Veel belasting, man. Daarom, ja. BPM wordt er geen man. Nederland. Hoort erbij. Wat is het verder, jongen? Sorry? Hoe is het? Rustig. Ja? Ik ben weer terug, dus... Die ging wel lekker, hè? Van de week. Ja, ging goed, man. Goede invalbeurt, joh. Ja. Maar ja, we moeten weer in de basis komen, toch? Ja, natuurlijk, maar dat is het begin, toch, nu? Ja, dat is waar. Laten zien hoe wat... Een paar goede steenpalletjes. Die jongens hebben het goed gedaan. Die jongens vorig seizoen, dus... Ja. Ik moet gewoon voor mijn plekje vechten. Ja. Maar het is mooi toch dat je zo'n mooie groep hebt, man. Zeker. Dan krijg je ook plezier in het voetbal, toch? Zeker weten. Die jongens hebben een contract verlengd. Neres, Ziyech nu. Dusan ook. Moet je water? Nee, thanks man. Ik heb net gedaan. Thanks. Ik heb ook eentje voor je gekocht. Ja, daar wil ik hem wel. Ik heb hier nog eentje voor mezelf. Daar wil ik hem wel. Ja. Ik heb hier nog. Maar je hebt wel een lekker geurtje op, man. Ja. Ik ben een beetje verslaafd aan geurtjes. Echt? Ja. Ik hou er echt van. Ik weet niet waarom. Het is belangrijk toch, eerste indruk. Tuurlijk, je moet lekker ruiken, hè? Lekker ruiken. Als je stinkt, dan zeggen ze gelijk, gaan we loesoe. En waar woon je met die kale penthouse daar? Die penthouse niet meer, man. Dit is ook één toevallig, maar nee, man. Die kale penthouse, is dat mooi? Ja, was mooi. Voor die tijd was het mooi, maar... Waar was dat toen? In Rusland? Nee, dat was niet eens in Rusland, dat was daarvoor nog. Ik was volgens mij 19 of 18. Jongen. Ik had nog geen kinderen die tijd, dus weet als je gek in je... Maar ja, je bent gewoon wie je bent toch, maar donder op man, met die lui. Ze zei ik het toch altijd, maak het uit wat je doet. Ze zijn alleen maar alleen, van dit verhaal was, waarom het zo irritant was, omdat het na, jaren nadat het gefilmd was, uitkwam. Okay. Dus iedereen dacht dat het recent was, gewoon een oud filmpje die ooit gelekt was, snap je? Ja, maar ze wachten dan dat jij zeg maar bekende bent en zo, dat iedereen kent je, dan hey, oep, dan gaan we posten. Maar het was toch met die dingen, weet je, van Volendam. Hij had een soort versie gemaakt. Ik had gezien. Die was wel leuk. Ja. Kijk die tennis. Ik kan er wel om lachen, ja. Hij is gek. Oh, mooi jongen, jezus man. Ja man, mooie tijd. Was dat bij Twente gewoon? Was Twente tijd. Twente A1 zelfs. Nee. Dus ik was gewoon nog jeugdspeler, ja man. Oké, maar je bent wel, waar ben je begonnen? DCG. DCG begonnen. Ja, en toen ben je naar Ajax gegaan? Volgens Ajax, van mijn 10e tot 16e. En toen ben ik weggestuurd, ging ik bij Haarlem.
Oh, ja. Anderhalf seizoen. Die ging toen failliet. En toen pikte Twente me op. Ja. En toen heb ik bij Twente mijn eerste profcontact getekend. En wie had je als trainer dan bij je in de jeugd? Want ik heb daar ook gespeeld. Bij Twente? Nee, bij Ajax in de jeugd. Bij Ajax in de jeugd. Zo, ik begon bij Sonny Siloy. Ja. Daarna ga je naar Wim Kwakman. Heini Otto gaat. Ik ook, Heini Otto. Heini Otto. Hij is leuk, hij hè? Is er nog steeds. Ja, ja, hij is leuk, hè? Ja, Heini. Ja, man. Heini is een goede kerel. En in de beetjes kwam ik bij Maarten Stekelenburg. Oh, die ken ik niet. Nee. Nou, ik ken hem wel, maar niet persoonlijk. Oké, okay. En toen moest je weg omdat je een beetje onhandelbaar was, zeggen ze. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Je krijgt nooit de echte specifieke reden, maar als ik gewoon eerlijk ben en in de spiegel kijk, ja, was het gewoon ja, onhandelbaar. Gewoon. Ja, was je onhandelbaar? Ik ook hoor. Ja, het was gewoon na een tijdje wek je irritatie op, ook bij trainers medespelers, snap je? Ja. En als je niet meer een goed in de groep ligt, nee, rotte nee. Appel zeg ja, maar. Ja, ja. Was steeds minder, was steeds minder, ja. Ja, ja, ja. Ik had dat ook bij Ajax in de jeugd. Had je dat ook? Ja, weggestuurd een week en zo, mocht ik een week niet komen. Nee, niet. Ja. Ja, ik was vervelend, echt in de jeugd. Ik was zo. Omdat ik zo graag wilde. Een weekje hadden ze mij maar een weekje weggestuurd. Ik was permanent weggestuurd. Een weekje, je had het nog goed. Ja, ik had het nog goed, ja, een weekje. Omdat Ko Adriaanse mijn vader eigenlijk was. Ja. Ja, dat was een soort vader voor me, net zoals Erik voor jou. Ik zweer het je. Kijk, Lamiat. Ik zou bijna een race onder spiegel. Ik zie dat. Kijk, Lamiat. Ja. Lamiat is ook een zoon. Lamiat, nee. Maar jij bent eerst geboren. Ja, 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 ja. Mooi, mooi, mooi. 1-0. Ik heb met Erik gespeeld, hè? Gespeeld met hem? Ja, voetbal nog. Met Erik bij Twente. Ik was uitgehuurd aan. Ja, dat weet ik nog dat je bij Twente was. Maar speelde die toen nog? Oké. Ja, hij speelde nog. Dat was het laatste jaar. Kon hij er wat van? Nee, weinig, man. Hij was tactisch sterk, maar voetballen was echt supersterk. Dramatisch. Anders doet hij rondetje nog wel mee, hij kan wel voetballen. Ja? Ja, man. Zo, maar hij was. Ik weet niet, die man heeft benen zoals lucifers houtjes, man. Ja, maar hij is wel. Hij is een goede kerel, ik zweer het. Echt, ik spreek hem nog af en toe. Een heel mooi vent, joh. Maar ja, hij was wel toen al, was hij al echt zo'n mannetje, weet je wel, van. Dan stond de trainer gewoon aan de zijkant, hoeft er niks te zeggen. Ja, en dan was hij zei hij gewoon van, hey, we gaan zo en zo doen. Ja, 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 ja. Dus dat was wel mooi, mooie ervaring. Erik. Nee, Erik ten Haag, man. Ja. En wat doe je met die, wat betekent dit, die mask? Die mask? Ja, ik ben dat aan het... Zo? Sorry. Je moet kan niet ook. Je kan je eigen versie. Nee, mask is gewoon ontstaan met een potje FIFA, heel spontaan. Ja. En als mijn vrienden en ik FIFA spelen, dan is het echt gewoon rivaliteit, snap je? Dus als je scoort, moet je juichen. Yeah. Om je tegenstander te pesten. Yeah. En ik had gescoord en uit een spontane beweging deed ik gewoon zo. Yeah. En een neef van mij zei van, wow, wat deed je daar? Dat is echt iets leuks. Wat moet je in het echt doen als je echt scoort? Dus ik scoor in het echt, ik doe hem. En toen de rest was gewoon geschiedenis, man. Maar je deed deze op PlayStation eerst? Of? Ja, gewoon thuis. Ik deed gewoon die beweging, snap je? Ja. Ja, toen je die controle... Onbewust, zeg maar. En toen zei hij van, dat moet je erin houden. Oh, zo is het ontstaan, ja. Ja. En daarna, ja, mask betekent voor mij gewoon een soort alter ego, snap je? Als je het veld op staat, moet je een mask op hebben. Je moet alles eraan doen om te winnen. Jazeker. En zodoende hou ik het erin. En kinderen vinden het geweldig, dus ja. Het is gewoon een soort dingetje van mij geworden. Je hebt toch kledingmerk ook ervan? Ook nog, die komt eraan volgende maand. Ja, ja. Mooi, man. Dus ja, goede kwaliteit zijn. Of... Ja, moet jij bepalen. Ik ga een doosje van me. Top, man. Ik ga promoten voor je. Ja. Ik heb 100 volgers. Nee. Alle beetjes helpen. Pas aan het zacht meer. Het is Amsterdam, hoor. Ja. Mooi, hè? Ja, top. Ach, joh, een beetje gek maken die mensen. Ja. Maar waar ben jij opgegroeid dan? Amsterdam-West, Osdorp. Oh. Ja, en daarna ben ik wel eigenlijk alle buurten heb ik gewoond. Ik heb in Noord gewoond, Zuid, Oost. Ik zat in de Bijlmer op school, dus ik was een beetje heel Amsterdam bekend. Ja, ja. Ja. Oké, in de Bijlmer zat je op school. Ja, man. En je was ballenjongen toch ook bij Ajax? Ja, zeker. Ik ben ook ballenjongen geweest. Was je ook ballenjongen? Ja, man. Ik was ook ballenjongen toen jij speelde zelf. Nee. Ja, man. Weet je niet. Ja. Ben ik al gewoon zo was? Was je nog fit? Oh, die koude nee, bal. Ik was altijd was achter het doel. Zit je achter het doel, ja? Met het parapluutje? Nee. Mocht niet, hè? Nee, man. Gewoon in regen. Gewoon bikkelen. Dus, okay. Maar ik vond het mooi om van achter het doel, omdat die goals daar vallen. Ja, 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 ja. Dus ik wou altijd daar zitten. Ja. Oké, okay, dus je was ballen met mij.
Vond je mij een beetje goed of dacht je? Ja, ja, zeker. In een goede tijd was je goed. Ja, hè? Ja, hij was lastig. Binnen buiten. Ja. Binnen buiten, die klassieke. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar jij gaat ook lekker, man. Gaat goed. Jezus. Maar even kijken. Je werd toen uitverhuurd. Je ging naar Twente, toen werd je uitgeleend aan Eagles. Eagles, go ahead. Eagles. Woonde je in Enschede ook, hè? Want je was Enschede. In de jeugdtaal heen gaan, hè? Ja, ja, ja. En eerst zat ik in een gastgezin. Oké. Okay. En vervolgens toen ik contract ging, ging ik in een appartementje wonen. Oké, dus je kwam eerst dan echt met in een gastgezin, hè? Ja, ja. Dat is ook wel moeilijk, want je komt met Amsterdam en dan moet je in één keer naar zo'n... Zeker, dat is zeker. Een verschil, hè? Dat is een groot verschil. Ja. Maar ik moet zeggen, voor mij was het in een positief voordeel. Omdat ik daar echt rust kreeg, ja, ja, snap je? Ja. Maar hier zijn altijd dingen te doen en daar is gewoon... Ja, ja. En die verleiding, hier ken je iedereen. Als ik mijn deur uitstap, de kans dat ik een bekende tegenkom is heel groot. Ja, 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 maar daar ben je gewoon echt, begin je zeg maar op nul. Ja, lekker man. Ja, man. Dat had ik ook, ja. Ik woonde in Diemen, toen wou ik eerst op en neer rijden. Kom maar. Op en neer? Ja, van Enschede? Ja, naar Amsterdam. Nee, gek. Als ik echt 3 dagen vol ga, was ik doodmoe. Ik zeg, ga dood weer. Nee. Moet je dan ook met de auto van de club naar de club? Of moet je dan op de andere parkeerplaats net zoals mij? Ja. Ja? Dus als je de auto van een club mag je binnen parkeren en privéauto's erbij. Oh, oké, okay. Ja, ja. Dus, ja, ja. Want dat is voor de sponsor deal, Mercedes familie, hè? Yes. A-klasse. Heb je echt A-klasse? Ik heb echt de A-klasse. Waarom ben je verbaasd? Nee, pas niet bij jou A-klasse. Waarom niet? Dat je allemaal mooie dingetjes hebt en zo. Nee, joh, je valt mee. Ik heb gewoon een A-klasse, bro, ik zweer het. Ja? Automaatje wel of? Ja, tegenwoordig is alles automaat. Oh. Jij ook toch? Alles. Ik heb al heel mijn leven automaat. Ik zweer het je. Ja. Die gaan schakelen, word je helemaal gek. Nee, kan ik niet meer zelfs. Nee, hè? Denk ik niet. Ja, ja, denk ik niet meer. Denk ik niet meer. En hoe gaat het rappen? Goed, ik maak nog steeds muziek. Ja? Alleen ik breng niet uit, snap je? Waarom niet? Ja, ik vind voetballer en rappen gaat niet samen, uiteindelijk. Hoezo? Waarom niet? Omdat voor mij is het meer uit... Hobby. De hand geloof, juist. Het is gewoon meer een hobby. Je mag toch je hobby's uitvoeren? Als je daar geluk van hebt, moet je gewoon doen, man. Schrijf. Doe het ook gewoon. Tot de dag van vandaag maak ik gewoon muziek. Snap je? Yeah. Maar ik hou het meer gewoon voor mezelf en deel het met vrienden. Je moet gewoon online gooien, man. Wat nee, dat man. Ze praten toch wel over je. Dat het is waar, toch nooit goed. Het is gewoon een hobby, snap je? Ja. Yeah. Kijk, sommige voetballers houden van vissen. Daar hoor je niemand over of zo. Ja, vissen, ja. Maar rappen is toch weer een ander podium, snap je? Ja, dat is normaal, hè. Je mag wel vissen, maar je mag niet rappen. Dat mag niet. Nee, dus wat voor de een normaal is, is voor de ander niet. Ja, maar zo denken mensen. Ja, als je, oh, kijk hem, dan gaat hij rappen. Ja, kom precies. Op, hè, profvoetballen, dit en dat. Ja, ja. Doe lekker wat je zelf wilt, man. Flikker toch op met die lui. Hoe is het met die Pikachu? Zijn die nou al barbapapa geworden? Ja, ik loop nu met creditkaarten. Boxen! Die zwarte, hè? Die zwarte, hè? Je hebt toch die zwarte? Zeg niet welke kleur je hebt. Maar, hij is zwaar met twee handen moet je tillen. Jawel. Maar in de Rusland ging je wel goed. Rusland ging je goed, hè? Ja, ik heb mooie jaren daar gehad. Ja, 4 jaar, hè? Vier seizoenen gebleven. Spreek je Russisch? Een beetje, tjoetjoe. Ja? Da. Oké. Okay. Ja, man. Dat is moeilijke taal, hè? Heel moeilijk. En die letters zijn ook anders. Hoor je dat ook alweer? Die... Weet je ook niet. Ik weet ook, ik heb niet op school gezet, jongen. Kijk, hier Sinterklaas, ik. Hij vroeg, hè? Zo, je bent al gespierd, hè? Ja, we moeten blijven werken. Doe je ook extra trainen? Zeg maar, als je getraind extra. Hebt, en dan ik probeer het wel bij te houden. Ja. Maar dat komt door Rusland, daar moest je. Ja? Daar moest je fysiek. En vroeger was ik nooit echt fysiek, deed ik er niks aan. Ik ging altijd op techniek spelen, maar ik merk wel dat dit nu nodig is. En in mijn voordeel ook. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat dacht ik vroeger ook altijd. Dan denk ik, ging trainen, dacht ik, ja, ik vind het wel goed. En gingen die andere jongens gingen nog lopen en kracht trainen. Ja, ja. Ik denk, jullie zijn gek, jongen. Klopt. Maar ik had het echt verkeerd. Ik heb echt investeringen zo. Ja, ik denk, rot op, man. Ik ga lekker... Achteraf. Ja. Nu heb je spijt. Ja, tuurlijk. Ik denk, ik ga lekker naar huis of ik ga lekker naar Cheeky doen of zo. Ga ik daar wel even trainen. Maar... Ja, man. Nee, maar het is belangrijk. Je moet eerst zelf investeren, toch? Ja. En hoe ben je opgegroeid? Hoe was je jeugd? Goed of? Mijn jeugd, ik mag niet klagen. Mijn ouders waren gewoon bij elkaar tot mijn 13 of 14. Ja. Toen gingen ze scheiden, had ik wel moeite mee. Ja. En hoe ben ik opgegroeid? Amsterdam. Amsterdam gewoon. En toen je 13, 14 was, toen gingen ze vader en moeder scheiden. Dat is wel een klap dan, want dan ben je net een beetje puberteit. Zeker, zeker.
En toen ging ik verhuizen, snap je? Van buurt naar buurt. En woonde je bij je moeder of bij je vader? Bij mijn moeder. Altijd bij mijn moeder gewoond. Oké. Okay. Ja. En wel contact met je vader gewoon? Ja, zeker, zeker. Tot de dag van vandaag. Ah, mooi man. Ja, man. En mijn ouders zijn ook apart. Wanneer ze samen zijn, dan zijn ze weer de beste vrienden. En kan niet met, kan niet zonder. Oh, ja, ja? Zo'n soort relatie. Dus. Oké. Okay. Ja, man. En hun hebben me altijd gesteund. Ja, hun hebben me altijd gesteund. Ja. Yeah. Dus ik was bij mijn moeder, woonde bij mijn moeder, maar mijn vader was ook altijd gewoon een persoon in mijn leven. Ja. Nog steeds. Oh. Nu zijn we zeg maar nog hechter geworden dan daarvoor. Ja, ja, ja. Ja. Mooi man, dat is beter. Zeker. En wat is je mooiste moment in voetballen? Mooiste moment? Ja, tot nu toe. Tot nu toe denk ik die kampioenschap in Rusland. En? Kampioen geworden na 16 jaar. En je bent... Na 16 jaar, ja, wij zijn kampioen. Ja. Spartak Moskou, hè? Spartak Moskou. Ik heb mijn debuut gemaakt tegen Spartak Moskou. Is dat zo? Ja, joh, uit. Champions League. Nee, moest. Ja, volgens mij Champions of Europa, ja, Champions League. Ja. Jezus, man. Het veld, jongen, helemaal bevroren was toen. Hadden ze geen. Het was oud stadion. Ja, ja, ja. Het hele veld was gewoon bevroren, min 10 en zo. Moest je. Dat meen je. Dat was erg, jongen. Dat was echt erg. Dat was echt. Maar nu is alles veranderd daar. Ja, door het WK ook. Alle stadions zijn nieuw nu. Ja, hè? Ja, man. Mooi, man. En goed geld verdienen daar? Er zit veel geld daar. Ja. Oh. Vroeger was het nog meer. Ja? Ja, ja? Nu minder geworden? Ik denk het wel. Ik denk het wel, Rusland nu. Maar waarom ben je eigenlijk weggegaan van Spartak naar Sevilla? Waarom?